Is dat een warme doek? Het is een warme doek, ja. Dan maken we de huid een beetje zacht. Kan even lekker intrekken. En dan gaat het mes er beter overheen, zeg maar. Dus dan wordt helemaal gemasseerd. Ja. Dit al? In totaal zit ik in het kappersvak 60 jaar. 60 jaar? 14 jaar dat ik de eerste krullen moest vegen bij de eerste baas waar ik werkte. De eerste baas waar ik, dat is misschien William Pont geweest. Dus ja, dat was... Bruinzeel? Nee, dat was Van Elswijk in de Oostzijde was dat toen al. Daar ben ik begonnen. Een hele tijd terug dan? 60 jaar. Ja. Ik zit al 50 jaar op de Kopermolenstraat in Zaandam. Kopermolenstraat, oh daar ook. Dus nog steeds daar ook? Nog steeds, ja. Ja. Ik vind het wel knap dat u dat vol had. Ik heb leiding gehad natuurlijk. Kapperschool Amsterdam en diverse bazen gehad. En toen kon ik een zaakje overnemen in de Kopermolenstraat. Ik ben een straat, daarvoor ben ik geboren in. Dat heette toen nog Smitstraat. Dat is nu de Jan Bouwmeesterstraat. En... toen dacht ik, nou, ik ken hier een heleboel kennissen en vrienden. Dat moet ik doen. Maar wat gebeurt er nou als je begint? Dan denk je, die en die en die komen wel bij je. Nou, die komen dus niet bij je. Het zijn altijd hele andere mensen die bij je komen. Ja. Dat is heel typisch, dat blijft ook zo. Dan gaat u zo meteen knippen en we gaan scheren. Scheren dan in. Scheren met elkaar. Dat hebben wij nog moeten leren als exameneis vroeger, hè? Op school. En ik was een van de laatste van de generatie die nog scheren heeft geleerd. De rest, dat is er toen uitgeraakt, dat scheren. En daar is natuurlijk dat krabbertje voor in de plaats gekomen. Daar is gilette voor in de plaats gekomen. Dit is een mes, dat is ongeveer 100 jaar oud. Daar werd vroeger mee geschoren. Tegenwoordig hebben we van die messen waar zo'n veiligheidsvarend mesje in gezet wordt. Dat is eigenlijk veel beter, want die zijn computergestuurde op scherpte gebracht. Hier moest je nog echt handwerk verrichten door het te slijpen op een slijpsteen, een zandsteen. En als dat dan geslepen was, dan kwam dit apparaat erbij. Dat is een leertje. En op dat leertje werd de vouw bijgehouden. Dus dat ging als volgt. Slijpen doe je tegen de draad in, maar je houdt hem bij met de draad mee. Dus dat gebeurde op deze manier. Zo, zie je. En als je dan een beetje geoefend werd, dan gaat het op laatst zo, zonder erg dat je dat, heb je geen erg meer in. Zie je? Dus langzaam zo werd dat mes bijgehouden. Zie je? Maar ik zie dat ding flexibel is. Welk? Dat erop zit. Ja. Wat is dat? Hoe noemen ze dat? Dat rubber? Of wat is dat? Het is van runderleer. Mag ik hem eens voelen? Ja, dat wordt ingesmeerd met een soort bier. En dat bevordert dus de stroefheid van het mes. Dus dat hij ook echt... Ja, je mag wel even voelen. Kijk, zie je? Zo gaat dat. Het voelt apart aan. Ja, hè? Ja, heel apart. Ja. Grappig, hè? Dat het kan. Ja. En als hij dan goed is, zo'n mes, dan werd dat vroeger even gecheckt. Dat deed je met je duim zo er even op. Bleef hij kleven, was hij goed. Dus dan gaan we weer. Kijk, zo'n mes, bij een modern mes, maak je een krabbende beweging. Maar met zo'n ouderwets mes moet je een snijdende beweging maken. Want anders doet hij het niet. Ja.
Kent u luilak? Kent u dat? Ja, heel goed. Haarlem doet het ook, hè? In Haarlem is het ook, ja? En hoe deden ze dat vroeger? Weet u dat nog? Altijd met bloemenveiling op je duif. Zegt u? Bloemenmarkt, de hele... Maar wat deden ze nou vroeger? Want nu steken ze prullenbakken en zo in de fik tegenwoordig. Dat deden ze vroeger? Ja, de ramen besmeren en met, zo. Met wat? Met boter en met eieren. Ja. Dat gebeurt nou niet meer, hè? Nee. Nou, heel enkele keren heb ik nog wel meegemaakt. Wat jaartjes geleden, een jaartje of vijf geleden nog meegemaakt. Ja. Wat vond u er nou van? Dat we dat zo deden? Ja, dat vind ik leuk. Als je de volgende dag wakker wordt, dan denk je van, hé Gert, mijn raam zit onder de smeurie. Ja. Dan kun je er wel weer afhalen. Dat is waar. Dat is het toch? Ja. Als ze maar niks vernielen, maar dan gaat het om, hè. Gingen ze vroeger ook met blikken door de straat heen, met de auto's? Ja, klopt. Ja. Achter de fiets, ja, echt. Dus daar ben je echt wakker van? Ja. Dat was de bedoeling. Met twee deksels. Ja. Oh, met twee deksels door de straat heen. Ja. En wat deden jullie dan? Van, houd je mond dicht? Nee hoor. Je ging kijken, door het raam kijken. Door boven door de slaapkamer aan. Ja, nou, ook leuk. Ja. En verder nog, weet iemand nog wat andere dingen wat vroeger met luilijk gebeurde? Want ja, kijk, ik weet mijn god niet, eigenlijk niet wat het is. Want ik ben pas 25. Ja, nou, dat scheelt. De Burcht was ook altijd een tent met artiesten. Ja. De Burcht. Ja. Met de Blue Diamonds, Anneke Grunlo. Nederlandse Elvis Presley. Ja, we kwamen altijd s'avonds om 12 uur met die tent op de Burcht. Ja. En nu niet meer? Nee. Al jaren niet. Al jaren niet meer. Wat is dat nou? Nou, het is nou allemaal, ja... Boels lopen, de bushokkies en auto's bekrassen en spiegels van de auto's aftrappen. Nee, dat is... Staan waar het luilak kampvuur nu gaande is. Hij is al aangestoken. Het is een behoorlijk groot vuurtje, maar zoals je achter me ziet en om me heen ziet, zijn mensen heerlijk aan het genieten. Want het is de laatste keer dat hier een luilakvuur gehouden mag worden van de gemeente. Want hier wordt dit jaar nog gebouwd. Kom je ook elk jaar hier? Als het weer het toelaat, want ik ga niet in de regen zitten. Nee, maar dan denk ik ook niet dat ze het aansteden, of wel? Nou ja, meestal wel volgens mij. Oké. Okay. Heb je ook wel eens iets qua luilak gedaan? Nou ja, nu worden er vuren gehouden natuurlijk, hè? Maar nee, vroeger nooit. We gingen wel eens met een stukje zeep langs de ramen, maar dat is verre verleden tijd volgens mij. Lullen. Oh, hij kan goed lullen. Oh, nou. Okay. Dat vertel verder. Nou, en dan vragen de mensen van, oh, kan dat er even ingelegd worden? Een radio en een paar biertjes en zo. Dus nou ja, huppakee erin. Nou, dan rijden we hierheen. En het werd net aangestoken. En dat geeft toch wel weer, vind ik, hoe een simpel luilakvuur eigenlijk tot een soort saamhorigheid brengt. En dat is best wel, nou ja... Belangrijk vind ik dat mensen met elkaar op een menselijke manier omgaan. En je ziet zelf ook, het is hartstikke gezellig. Ook voor de jongeren denk ik dat het wel gezellig is, want die trek je dan ook weer van de straat af. Nou ja, ook absoluut. Die jongeren die zitten vaak een beetje achter de computer thuis. En onze David die is met zijn crossmotor nog even gauw deze kant op gekomen. Die dacht,
pap, ik ga gauw mijn crossmotor halen, huppakee. En ineens, nou ja, dan is hij er ook zomaar. Heeft hij het ding even gauw voor elkaar geflanst. En de politie die laat zich gelukkig een beetje op de achtergrond. Want ja, er gebeuren hier gewoon geen rottige dingen. Het is gewoon gezellig, het is leuk. Het is een leuk samen zijn. Hoe ging dat vroeger nou, Luilak? Maar nou zijn bushokjes enzovoort in elkaar. Oh jee. Ja, nee, hoe ging dat vroeger? Vroeger dan werden soms huizen een beetje besmeurd met een beetje zeep of zoiets dergelijks. Tegenwoordig gaat dat dan met eieren. Nou, dat krijg je natuurlijk wat lastiger weg, die ijstruif. Maar het. Dat doen ze hier niet. Het is hier niet daarna nog klooien. Het is gewoon gezellig. Het samen zijn met vuur. Drankje erbij. Muziekje wat dan wat harder gaat op een gegeven moment. Oh jongens, heb er. Er zat hier een beetje vuurwerk te branden. Nou ja, dat maakt niet uit. Kom je hier elk jaar met kampvuur? Nee, niet per se ieder jaar. Meer. Nou ja, vorig jaar was ik er wel, dat jaar daarvoor had ik het gemist. Een paar jaar terug had iemand het om 6 uur s'avonds al aangestoken, dus de helft was al weg. Maar, nou ja, het was wel. Ik denk dat de traditie nu gekomen is, ieder jaar weer en nu heen. Maar je weet nou ook dat het de laatste keer dit jaar is dat het hier gehouden wordt? Of niet? Nou ja, officieel dat het mag, ja. Maar het zou me niet verbazen als het volgend jaar weer gestapeld is. Maar dan zal de gemeente moeten weghalen.